Radio. IDNT Radio. Een hele goede avond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van A State of Trance met mij, Armin van Buren. Sorry dat ik er vorige week niet was, ik zat in Israël en maak je geen zorgen, ik ben terug in één stuk. Deze week is de uitzending gewoon live vanuit Amsterdam. Ik ben echt blij weer terug te zijn. Ik heb zo vreselijk veel nieuwe en leuke dingen voor je liggen. Ik zou er bij wijze van spreken 3 uitzendingen mee kunnen vullen. Maar dat mag niet, ik mag maar 2 uur doen. Volgende uur zitten we non-stop in de mix zoals iedere week hier bij IDNT Radio. We hebben de Tune of the Week, een hele speciale deze week. En de classic natuurlijk door Vincent, uitgezocht speciaal. Verder hebben we tracks voor je van Marco V. Ik zal mijn Ayumi Hamasaki remix nog een keer draaien. Silver Blue komt op verzoek langs. En Ultra Free, een wat oudere plaat, hebben we in een niet eerder uitgebrachte Johan Gielen mix. En waarschijnlijk gaat die mix ook niet uitkomen, dus hou die bandrecorder scherp. We openen de show in ieder geval met Double 99 featuring Sneaker Pimps, 7th High, The Hydrogen Rockers Remix. Een plaatje die gewoon van een major komt, namelijk BMG. Maar ik durf hem toch op de draaitafel te leggen, omdat de mix wel heel erg lekker is. Dit is een van de nieuwe releases van deze week. Body Shock, Rain in the Sky. Vissen hem vanmiddag uit mijn postbus, dus heel vers is die. Het is gemaakt door 2 mannen uit België. Eén daarvan is in ieder geval LV, de man die je kent achter Airwave. Ook nog even melden dat de Essential Mix van de afgelopen 2 uur, zoals je hem hier hoort, iedere vrijdagavond bij IDNT Radio was van Silicon Soul. En ik zal die waarschijnlijk zijn van Tiësto. En ik weet dat jullie, heel veel van jullie daar blij mee zullen zijn. Wil je reageren? We zitten hier klaar met het hele State of Trance team om al je vragen te beantwoorden de komende 2 uur. Stuur een mailtje naar Armin. Armin, apenstaartje id-t.com. We vinden het verschrikkelijk leuk om post van je te krijgen en we proberen alles te beantwoorden. Maar eerst, Body Shock.
heb me laten vertellen dat sinds de Marco V set op Sensation dit een van de meest gezochte platen is. Marco V Simulation zit op Free For All. Ik heb hier een promo. Ik heb me laten vertellen dat het nog niet zoveel zijn. Je zult nog even geduld moeten hebben, maar wat een plaat zeg. Daar worden wij hier erg vrolijk van bij State of Trance. Het is 18 minuten over 10. Je luistert naar ID&T Radio, A State of Trance. Ik ben echt heel trots op, want we krijgen iedere week meer en meer reacties. Dat betekent dat we ook iedere week meer en meer luisteraars krijgen. En daar zijn wij heel blij mee, want daarom maken we deze show. En iedere week hebben we in de show, zoals je weet, een Tune of the Week. Dat is een plaat waarvan wij zeggen, nou, daar ga je nog wel wat meer van horen. En volgens mij hebben we met onze andere aflevering ook altijd wel een klein beetje gelijk gehad. Want die platen bevinden zich nu allemaal boven in de hitlijst of wat dan ook. En volgens mij is dit er ook zo eentje. 2 weken geleden draaide ik hem al. Vio Rapture. Heel veel mensen moesten toen nog aan de plaat wennen, maar neem maar van mij aan, dat is een Ibiza-knaller. Ik heb hem afgelopen week uitgetest, Judgment Sunday. Gewoon midden in de set knallen, een rustige plaat. En jezus, de handen gingen in de lucht, mensen stonden te juichen. Neem maar van mij aan, dat wordt een hele grote. Maar de mix was nog niet echt overtuigend. John Creamer en Stephen Kay en Deep Dish, die hadden hun ding gedaan. De mixen waren nog vrij eentonig, vonden de meesten althans. Dus heeft Ministry of Sound gevraagd of de gasten van Riva, die kent ze wel van Stringer, er een mix van wilden maken. Dit is een absolute primeur, een plaat die je nog heel vaak gaat horen. Bij ons nu op ID&T Radio, the Tune of the Week, Vio Rapture in de Riva remix. You're listening to ID&T Radio. Love.
Oh, 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 wat een hit. Vio Rapture, onthoud die naam. Ik zal er nog veel meer van gaan horen van deze plaat. Het is echt een absolute primeur, want ik haalde vanmiddag de lakker op bij de perserij. Het is een van de eerste exemplaren. Riva Remix. Komt niet vaak voor dat we van één plaat twee keer dezelfde Tune of the Week maken. Maar het komt gewoon dat mijn voorgevoel zegt, en mijn kippenvel wat hier momenteel op mijn armen staat, dat dit gewoon een enorme grote plaat gaat worden. Wil je reageren op deze show of op andere shows, kan het armin@id-t.com. En we lezen alles, maak je maar geen zorgen. En alle titels van deze, dit uur, van de plaat die ik draai dit uur en het komend uur, kun je vinden op www.armin.nl. Binnenkort een hele nieuwe website, dus ga daar eens kijken. Nog één plaatje voor de boodschappen. Het zal zijn King of Clubs, Revelation, Airwave Remix. IDNT Radio, here to stay for sure.
En ik hoor je denken, deze plaat lijkt heel erg op Save Me van Airwave. Dat kan kloppen, de remix is namelijk van Airwave. Waarschijnlijk was de opdracht, maak hem zoals Airwave. En volgens mij zijn ze daar wel redelijk ingeslaagd. King of Clubs heet hij, Revelation, vindt hem op Black Hole binnenkort. Ik weet niet of hij al uit is. Is hij al hier vanaf White Label, dus ik kan het nu niet zeggen. Airwave, we zijn erg grote Bonsai-fans hier, zoals je wel gemerkt zult hebben, als je al regelmatig geluisterd hebt. Airwave is niemand minder dan Laurent Veronet. Noem hem ook wel Lolo. Hij is 22 jaar, maakt al zijn muziek waarschijnlijk op één computer. Tenminste, wat hij mij vertelde. Ik ga dat wel eens even kijken of hij dat echt kan. En hij heeft gewoon mega vet veel hits in zak nu, zeg je dat? In ieder geval wordt zijn Save Me een hele grote hit in Nederland. En volgens mij zijn dit soort platen altijd welkom in Nederland. En ook in Nederland natuurlijk. Na de boodschappen voor jou, Silver Blue. Times change, so do names. IDN.
EMT Radio. Zoals gezegd zijn wij hier grote fans van alles wat Bonsai doet. Niet alles wat zij doen komt op promo. Vandaar dat ik deze gewoon uit de winkel haalde. Dave Davis, Resource. Zoals gezegd op Bonsai Records. En daarvoor Silver Blues, Step Back. Ruim 2 weken geleden in de show ook al. Maar werd heel veel om die plaat gevraagd. Vandaar nog een keer exclusief hier op EMT Radio. Wat ook veel werd aangevraagd, was mijn remix van Ayumi Hamasaki, Appears. Het verhaal achter deze plaat is als volgt. Hij werd gevraagd een remix te maken voor Ayumi Hamasaki. Dat is een Japanse Madonna, kun je zeggen. En ze zijn vanaf de platenmaatschappij Avex daar bezig een album uit te brengen met 13 remixen van Ayumi Hamasaki. Dus allemaal Japans, zeg maar. Ik weet in ieder geval bijna zeker dat Junkie XL een remix heeft gemaakt. En ook onze favoriete Airwave is met de track Unite aan de slag gegaan. Tenminste, dat is wat ik van hem hoor. En ik had de eer met Appears aan de slag te gaan. En daarvan had ik weer een dub gebrouwen die ik min of meer onder druk van het team hier in de show had gepleurd. Ik kreeg daar zo vreselijk veel e-mail over. Mij werd gevraagd of ik hem nogmaals wilde draaien. Dus hierbij nogmaals Ayumi Hamasaki's Appears. Armin van Buren Sunset Bob Dub.
Ayumi Hamasaki's Appears. Zoals gezegd, Ayumi Hamasaki is een Japanse artiest. Dus de vraag is of deze plaat überhaupt ooit in Nederland uit zal komen. Ik moet jullie echt teleurstellen, ik weet niet of die überhaupt ooit in Nederland uit zal komen. Ik weet wel dat er een remix-album uitkomt met allemaal Nederlandse en Belgische remixen van de Japanse godin. Want dat is ze echt als je daar komt. Er komt bijna niet om haar heen. Dat is wel heel erg frappant. Het is alweer 9 minuten voor 11 in de State of Trance hier vanuit Amsterdam live dit keer. Bij ID&T Radio. En we zijn toegekomen aan de classic van deze week. En hij mag eigenlijk niet ontbreken. Orange Team Fist Sickness X. Het origineel kwam uit op IQ Records. En het was destijds een enorme hit. Eigenlijk een hele onverwachte plaat. Iedereen moest er even aan wennen in het begin. Maar het werd een ongelofelijke klassieker. En heeft zeker de basis gelegd voor ja, wat wij dan nu trance noemen, denk ik. De plaat werd mij gevraagd op te dragen aan Renske. Bij deze, want ze gaat een lange reis maken naar Engeland. Ik hoop dat je terugkomt in één stuk. Hier is die Sickness X. ID&T Radio. Radio. Just dance. Don't stop. And let the beat heat you up. Heat you up.
less interruption. IDNT Radio. Dance music only. Een van de mooiste platen, als je het mij vraagt, ooit gemaakt. Cygnus X Orange Theme. Wij zitten hier een beetje te bekvechten over welk jaar het nou geweest is. Maar volgens mij is het 1995 op IQ Records. Vincent zit hier even te knikken dat het inderdaad waar is. Dat is in ieder geval de opvolger van Superstring. Dat is lachen, hè? Lijkt die plaat al zo oud te zijn. We gaan zo meteen non-stop in de mix. Het is 11:03. En voordat het zover is, heb ik nog een primeur voor je. Op de achtergrond hoor je de exclusieve beats van Ultra Free. Een plaat die al een tijdje uit was in Duitsland. Videoclip erbij en alles. Maar een plaat die nooit echt los is gekomen. Een flop dus eigenlijk. En Johan Gielen, die schijnt er een mix van te hebben gemaakt. Gewoon voor de lol. Even om te kijken of hij er nog wat meer mee kon. Maar het is maar de vraag of deze mix überhaupt ooit zal uitkomen. En toch heb ik een CDR'tje weten te bemachtigen. Speciaal hier voor A State of Trance. Als laatste plaat voor de non-stop in de mix. Ultra Free, Johan Gielen remix. Vind jij het ook niet bijna ongelooflijk dat deze plaat waarschijnlijk niet zal uitkomen? Maar misschien is er een lichtpuntje. Misschien gaat Duitsland hem toch alsnog uitbrengen. De plaat was al dood en begraven, maar deze mix voegt volgens mij wel enorm veel toe. Wil je de platenmaatschappij ook helpen te overtuigen? Stuur een mailtje aan armin@id-t.com. Dan zal ik de mailtjes geven aan United Recordings. Kijken of zij hem alsnog willen uitbrengen. Ik vind het een hele mooie remix van Johan Gielens, Ultra Free.
Wil je al... Thank you.
luistert naar State of Trance. Armin van Buuren non-stop in de mix. Thank you.
Armin van Buuren, non-stop in de mix.
means something.